Welkom bij Autisme TV. Hoe erfelijk is autisme? En DNA-onderzoek, wat levert dat op? Welke inzichten krijg je dan? Boeiend onderwerp, daar gaan we het vanavond over hebben. En dat komt ook omdat de wetenschap op dit moment grote stappen zet. Er komt van allerlei informatie naar boven. En dat roept natuurlijk ook allerlei vragen op. Maar waar kun je terecht met je vragen? Naar de huisarts, de psychiater. En heeft die dan ook voldoende kennis? Is die op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Nou, daar gaan we over praten. Maar voordat we dat gaan doen, kijken we even naar een animatie waarin we uitleggen wat het verband is tussen autisme en genen. Autisme heeft een duidelijke genetische basis. Wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd dat genen voor 90% een rol spelen bij het krijgen van autisme. Een mens heeft zo'n 30.000 genen en er zijn al 100 verschillende genen gevonden die bijdragen aan autisme. En de verwachting is dat er nog meer worden gevonden. Uit familieonderzoek blijkt dat deze autismegenen zich in allerlei variaties kunnen voordoen bij mensen met autisme. Soms heeft iemand maar één gen, andere weer een combinatie van vier. En zo bestaan er vele variaties. Ja, ingewikkelde materie, die erfelijkheid. En daar heeft eigenlijk iedereen wel een beetje moeite mee. Ook de deskundigen in de spreekkamer. Nou, we gaan er vanavond over praten en dat gaan we doen met mijn gast. En dat is Anja Fiksinski. Nu zeg ik je naam goed. Je zegt het goed, ja. Waar komt die naam vandaan, wat is je achtergrond? Het is een Poolse achternaam. Oké. Ja. Ja, je zit hier omdat je van alles over dit onderwerp te vertellen hebt. Maar eerst wil ik even weten wat je achtergrond is. Ja, ik ben psycholoog en ik werk in het UMC Utrecht. En daar ben ik ook bezig met mijn promotieonderzoek. En dat onderzoek dat heeft wel nauw te maken met waar we het vanavond over gaan hebben. Maar daarmee focus ik me op een specifieke patiëntengroep. Namelijk mensen met het 22q11 deletiesyndroom. Dat is een specifieke genetische aandoening. Die gepaard gaat met allerlei psychiatrische problematiek. Onder andere ook autisme. Mm-hmm. Maar daarnaast ben ik samen met een aantal collega's betrokken bij ReachOut. En ReachOut is een van de twee academische werkplaatsen autisme. Mm-hmm. En de academische werkplaats autisme is eigenlijk een landelijk initiatief. Waar verschillende organisaties bij betrokken zijn. Die zich allemaal bezighouden met een ander thema omtrent autisme. Maar gezamenlijk hebben ze eigenlijk allemaal wel tot doel om wetenschappelijke inzichten en kennis. Om een vertaalslag te maken van dat stukje naar echt praktische, bruikbare informatie voor mensen met autisme en hun familieleden. Ja. En ja, binnen dat kader zijn wij dus bezig met een project omtrent genetica en autisme. En dat project waar je het over hebt, dat heet Genetica in de Spreekkamer. Ja, mooie, spannende titel. Maar wat houdt dat in kort precies in? Globaal houdt het in dat we willen streven naar een verbetering van de kennisoverdracht en de informatievoorziening. Maar ook de communicatie, als het gaat over genetisch onderzoek bij autisme, tussen enerzijds de hulpverlener, de professional, en anderzijds de patiënt of dienstfamilie. Mm-hmm. Want daar schort het aan? Ja, dat lijkt hard nodig te zijn. Er lijkt echt wel een grote discrepantie, een grote kloof te zijn. Tussen enerzijds de toenemende rol die genetica speelt in onze klinische praktijk. Dus het komt steeds vaker op. Het is een thema dat steeds meer leeft. Mm-hmm. Moet je even toelichten. Klinische praktijk, genetica, dat zijn allemaal best lastige begrippen. Ja. Ik bedoel, het is voor de wetenschap interessant om meer te weten te komen over de genetische basis van bijvoorbeeld psychiatrie. Het is voor de wetenschap interessant en uiteindelijk vertaalt zich dat hopelijk ook in bruikbare informatie in de kliniek. Ja. Maar wat ik bedoel is dat we in de klinische praktijk echt merken dat bijvoorbeeld ouders van kinderen met autisme steeds meer vragen stellen over genetica. Is er een genetische oorzaak aanwijsbaar voor het autisme wat mijn kind heeft? Ja. En dat dus aan de ene kant. Aan de andere kant is het zo dat wij als hulpverleners, als professionals, hoewel we natuurlijk wel wat onderwijs hebben gehad over genetica, moeilijk kunnen meekomen met alle snelle ontwikkelingen die zich de afgelopen 10, 15 jaar met name hebben voorgedaan. Ja, moeilijk kunnen meekomen. Ik bedoel, heb je dat onderzocht? Weet je dat ook? Ja, dat is zo. We hebben vorig jaar een belevingsonderzoek gedaan onder 80 ouderparen van kinderen met autisme waarbij genetisch onderzoek is verricht. En dat belevingsonderzoek hebben we gedaan met dit doel eigenlijk. Om inzichtelijk te krijgen hoe beleven ouderparen nou dat hulpverleningsproces vanuit de professional naar zichzelf als het gaat om genetisch onderzoek bij autisme. En daar komen verschillende dingen uit. Maar wat opvallend is en relevant voor dit thema, is dat er toch wel relatief heel veel ontevredenheid is
over die kennisoverdracht en communicatie vanuit de professional. Ja, dus dat lijkt toch wel dat beter kan. Ja, nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dat gaan we... Ik wilde even toelichten, want het was eigenlijk een introductie dit. Ja. Dus we komen nog toe aan de werkelijke inhoud van dit programma. Ik ga u even vertellen hoe we dat hebben aangepakt. We hebben 3 delen. En het eerste deel gaat over autisme en genen. We proberen iets meer uit te leggen hoe dat verband in elkaar zit. En in deel 2 gaat het over DNA-onderzoek. Het gebeurt steeds vaker. En wat kun je daar dan mee? En wat heb je daar zelf dan ook aan? En deel 3 gaat over familieplanning. En dan gaat het eigenlijk over de vraag van... ja, er komt autisme voor in de familie. Hoe gaan we daarmee om? En wat betekent dat eventueel voor zwangerschap of onze nageslacht? Ja. Maar we gaan starten met een video. Dat is een video van professor Steyaert. Die is een geneticus, een gerespecteerd wetenschapper... die aan de Universiteit van Leuven zit. En die hebben gevraagd wat dan precies dat verband tussen autisme en genen is. Er zijn dus vele factoren die bij kunnen dragen aan autisme. En hoe al die factoren op elkaar inwerken is voorlopig nog een groot raadsel. Hoe ongerust moet je je nu maken als je zwanger bent en er zit autisme in de familie? Krijg je ook vanzelfsprekend autisme als je drager bent van één of meerdere van deze genen? Volgens professor Steyaert van de Universiteit van Leuven en een autoriteit op dit gebied hoeft dat zeer zeker niet. Een andere bevinding van die recente ontwikkeling is niet alleen dat er heel veel genen geassocieerd zijn aan autisme in allerlei wisselende combinaties, maar ook dat als je één of meerdere van die autismegenen hebt en ik zeg het wel tussen aanhalingstekens, autismegenen, is dat je niet met zekerheid ook autisme nog een autisme-spectrumstoornis gaat krijgen, maar dat het best kan zijn dat je helemaal op vlak van gedrag helemaal niks hebt, dat je volledig normale theory of mind hebt en zo verder, dat je een empathisch persoon bent en noem maar op. Dus dat we zien eigenlijk dat ook bij diegenen die een verhoogd risico geven op autisme, in de meeste gevallen dat verhoogd risico in de grote orde is van 15, 20, een zeldzame keer 50%, maar nooit 100%. Dus dat tussengen en gedrag, dat er ook nog allerlei stappen daartussen zijn, waardoor diegenen voor autisme duidelijk niet volledig deterministisch zijn. Dus het is niet omdat je een van die genen hebt dat je autisme krijgt, maar dat ze gewoon het risico verhogen om autisme te hebben. Dat zie je zelfs binnen één familie. We hebben families waar 2-3 personen die drager zijn van een specifieke genafwijking ook daadwerkelijk autisme hebben, maar waar ook 3-4 zijn die ook drager zijn van die afwijking en die helemaal niks hebben of die iets tussenin hebben, die zo broader autism phenotype hebben, iets in dat genre. Dus ze neigen naar het spectrum, maar dysfunctioneren niet bijvoorbeeld. Dus die families zijn we eigenlijk volop aan het onderzoeken om te vragen, om ons af te vragen, wat maakt u eigenlijk dat zelfs binnen één familie individuen met dezelfde genetische, met hetzelfde genetisch profiel de aandoening gaan ontwikkelen en iemand anders niet. Dat is natuurlijk cruciaal om dat te begrijpen naar verdere diagnostiek, maar ook behandeling of preventie. Maar dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. Ja, dat geen relatie hebben met autisme, ja, dat is wel duidelijk. Ja. Maar er is ook nog heel veel onduidelijk, hè, welke factoren daar dan nog van invloed zijn. Ik kom even terug op een opmerking die je net maakte, die genetica. Hoe komt dat dan, dat het een steeds grotere rol in die spreekkamer speelt? Ja. Nou ja, we merken dat dus heel erg in de spreekkamer, dat het steeds meer leeft. En er zijn verschillende oorzaken die ertoe bijdragen dat het zo is. Ik denk dat een heel belangrijke reden is dat de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit vlak ontzettend snel vorderen. Dat heeft met name te maken ook met de technische mogelijkheden die we hebben om ons DNA in kaart te brengen. We kunnen nu met veel meer detail, met veel betere resolutie zou je kunnen zeggen, inzoomen en elk gen in kaart brengen, waar dat 15 jaar geleden echt nog niet kon. Je zou het kunnen vergelijken met het maken van satellietfoto's, waar we, als we 30 jaar geleden een satellietfoto maakten van Nederland, konden we misschien wel zien als Amsterdam of een stukje van Amsterdam zou ontbreken, maar konden we echt niet zien
als het Rijksmuseum opeens weg was gehaald. Of de schilderijen en, in het Rijksmuseum. Laat staan de schilderijen, inderdaad. Ja. En nu kunnen we dat wel. Nu kunnen we inderdaad zien, oh, hangt de nachtwacht nog wel op zijn plek. En zo is het ook met ons genoom. We kunnen nu veel specifiekere varianten genoom, opsporen. Dat zijn al onze het genen. Genoom, dat zijn al onze, dat is ons hele DNA. Dus dat zijn al onze genen op een rijtje. Ja. Dat kunnen we met veel meer specificiteit opsporen. Hmm. Dat schept ook verwachtingen dan, hè? Dat schept verwachtingen. Het schept verwachtingen alsof er ergens aan de horizon een oplossing, een inzicht op ons wacht. Nou ja, en dat inzicht, tot nu toe helpt het ons in ieder geval wel om steeds een klein beetje beter te begrijpen waar bijvoorbeeld autisme of een andere psychiatrisch beeld of een andere lichamelijke aandoening vandaan komt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ontstaan er dan ook misverstanden, denk ik dan. Hè? Ja. Want dan wordt er misschien wel gedacht van, kijk maar, als ik de genen heb, dan krijg ik dus ook autisme. Ja. Het is best lastig om dat in het juiste perspectief te plaatsen. En ik denk dat wat daar ook toe bijdraagt is, al die technische ontwikkelingen, alle mogelijkheden die we hebben. De prijs die daalt van dit soort onderzoeken, dus het wordt ook steeds toegankelijker voor een heleboel meer mensen. Dat wordt natuurlijk ook opgepikt door bijvoorbeeld de media. Dan resulteert dat erin dat er op nu.nl nieuwsberichten komen als het gen voor autisme is gevonden. En dat zijn soms weinig genuanceerde berichten. Die, ook omdat het daar ontbreekt aan kennis, vermoed ik? Soms omdat het daar ontbreekt aan kennis. En omdat er ook niet altijd de ruimte voor is misschien om dat genuanceerd weer te geven. Maar dit soort berichten dragen vaak meer bij aan meer vragen dan aan antwoorden. Hmm. En dat zien wij als klinici natuurlijk weer terug in de spreekkamer. Dat het leeft en dat er onduidelijkheid over bestaat. Ja. En dat merk je dus ook echt, dat die vragen in de spreekkamer toenemen. Ja. Dat mensen meer willen weten. Ja, inderdaad. Vragen bijvoorbeeld als, is er een genetische oorzaak aanwijsbaar voor het autisme wat mijn kind heeft? Maar ook vragen die meer betrekking hebben op erfelijkheid. Dus bijvoorbeeld als er een gezin is wat al een kind met autisme heeft en misschien nog een kinderwens heeft, dat zich afvraagt hoe groot is nou de kans dat een volgend kind ook autisme heeft. Dat zijn heel ingewikkelde vraagstukken die we ook niet zo 1, 2, 3 kunnen beantwoorden. Nee, want ik sluit daar even op aan. Hè? Ja. Stel, je bent een jonge vrouw van rond de 30 en je hebt een kinderwens. Mm-hmm. En je hebt een broer met autisme. Ja. Dan wil je weten hoe het zit. Of hoe groot is dan de kans dat jouw kindje autisme krijgt? Dat is een hele reële vraag, lijkt mij. Dat is een hele reële vraag. Ik denk ook dat het een vraag is die bij heel veel mensen wel speelt. Maar bij wie stel je die vraag dan? Ja. Bij de huisarts? Ik denk in eerste instantie dat de huisarts een goede eerste stap is. Het is in ieder geval een vraag die je zou kunnen bespreken met de huisarts. En die hebben ongetwijfeld wat basale kennis over de genetica. Maar het is wel heel belangrijk om te weten dat dit best een complexe vraag is. Die je misschien niet tot het einde alleen maar met je huisarts wilt bespreken. Er zijn namelijk wel heel veel factoren bij betrokken als je antwoord wil geven op de vraag, wat is het herhalingsrisico bijvoorbeeld? Mm-hmm. Dus dan zou het misschien wel een goed idee zijn om bijvoorbeeld een stapje verder te gaan, hè, met een psychiater die je misschien al hebt in het kader van je kind wat autisme heeft, om daarmee te gaan praten. Maar wat ook een hele goede stap zou kunnen zijn, als het echt een vraag is die bij je leeft, is om naar de klinisch geneticus te gaan. Klinisch genetici, dat zijn echt specialisten. Die zijn opgeleid om het met patiënten te hebben over dit soort vraagstukken. Oké, maar hoe kom ik daar terecht? Moet ik dan toch de route via de huisarts volgen? Of kan ik zomaar een klinisch geneticus bellen? Via de huisarts zou wel aangewezen zijn, want je hebt toch vaak wel een verwijsbriefje nodig. Ja. Maar dat kan de huisarts prima voor jou regelen. En dan is het inderdaad, kun je een afspraak maken op de polykliniek van de klinische genetica en daarover in gesprek gaan. Ja. Is er, ik bedoel, ik zou ook gaan googlen bijvoorbeeld, hè? Ja. Ik zou ook gaan zoeken naar informatie. Is er een betrouwbare bron op internet waar je terecht kunt? Wat ik zelf een heel goede site vind is erfelijkheid.nl. Dat is een site van het Erfo Centrum. En daar is wel heel veel informatie te vinden over. We zien hem hier in beeld. Ja, inderdaad, deze. Erfelijkheid.nl, ja. Zowel schriftelijke informatie is daar te vinden als ook wel animaties en filmpjes over dit thema. Dus dat kan een goede bron zijn van informatie. Ja, is ook van de overheid, hè? Is niet van een farmaceut of van een Nee, want dat is natuurlijk een goed punt wat je aanstipt. Dat niet alle informatie die je kunt vinden op internet ten eerste even helder is en ten tweede even betrouwbaar is. Dus daarom, dit is een goede site, vind ik. En daarnaast is het gewoon goed om met een hulpverlener erover te gaan praten als dit soort vragen leven. Ja.
Ja, we gaan weer even naar een video. Weer een fragment met professor Staaijaard. Want we hebben het net gehad over autisme en genen en de verband daartussen. Maar er zijn ook allerlei andere factoren nog in het spel. En wat weten we daar dan over? Naast genen spelen dus ook andere factoren een rol bij de ontwikkeling van autisme. Hoe kan de ene mens autisme ontwikkelen en de andere mens met exact hetzelfde genenprofiel geen autisme krijgen? De sleutel tot een antwoord moet misschien wel buiten de genen worden gezocht. Kunnen het milieufactoren zijn? Er zijn zeker een aantal andere factoren van invloed. Eén groep factoren zijn als relatief gemakkelijk te onderzoeken. Dat zijn de andere genen. Dat hebben we nog in de hand. Maar er is een toenemende consensus bij wetenschappers dat er ook milieufactoren een rol spelen in een aantal combinaties, in een aantal genetische situaties. Dus waarschijnlijk dat die hele hoge heritabiliteit van 90%, dat voor een deel zuiver genetische factoren zijn. Dus waar de genen voldoende zijn om de aandoening te krijgen. Alhoewel je niet noodzakelijk de aandoening zal krijgen als je die genen hebt, maar ze zijn op zich voldoende. En dat er een deel is waar een bepaald genetisch profiel moet interageren met bepaalde milieufactoren. Dus waar het genetisch profiel meer een kwetsbaarheid is dan de alleenstaande oorzaak eigenlijk. Ja, heb je de genen, dan wil dat nog niet zeggen dat je autisme krijgt. Er zijn ook nog allerlei andere factoren die bijdragen aan het, ja, zeg maar, tot expressie komen van autisme. Mm-hmm. Hè? Dat zeg je blijkt goed. Uit het verhaal van Staaijaard. We gaan naar deel 2 van ons programma en dat gaat over DNA-onderzoek. Want als je googelt op internet, dan zie je allerlei aanbieders van DNA-onderzoek. En dat voor €99 kan ik al mijn DNA laten onderzoeken. Dat zijn geen prijzen. Dan krijg ik een setje thuis gestuurd. En kan je dat een zelf stukje doen. Van je speeksel insturen en dan krijg je zelf op. Ja. Dus ik neem aan dat dat betrouwbare onderzoeken zijn. Zeg ik voorzichtig. Mm. Maar kan iedereen zomaar zo'n test laten doen? Ja, nou, ik denk dat de testen waar je nu aan refereert, die je voor €99 kunt doen, dat onderzoeken zijn die worden aangeboden door commerciële bedrijven die dat als product aanbieden. Dat hoeft natuurlijk niet per se een slechte ontwikkeling te zijn, maar ik denk wel dat ik als hulpverlener in ieder geval ben daar wel voorzichtig in en een beetje sceptisch over. Dat ik denk van, nou ja, ten eerste, als het gaat om genetica, een belangrijk thema, wil je ten eerste weten dat de informatie die je krijgt betrouwbaar is. En ten tweede, misschien nog wel belangrijker, dat je daadwerkelijk ook iets kunt met die informatie, want het kan nogal wat stof doen opwaaien, zo'n uitslag. Wat levert dat dan op? Nou ja, wat levert dat op? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we het daar zeker over moeten hebben. Maar in het kader van deze bedrijven die je noemt die dit aanbieden, denk ik dat het belangrijk is om je dus af te vragen, kan zo'n bedrijf mij ook die begeleiding bieden? Of kan ik niet beter toch gewoon naar de huisarts en de psychiater, misschien de geneticus, om dat te doen? Ja. Daar kom ik toch weer even terug op de vraag. Wat levert het dan op? Ja. Wat kan genetisch onderzoek opleveren, is de vraag. Dat is denk ik misschien wel de belangrijkste vraag die we ons vanavond moeten stellen. En het zijn verschillende aspecten. Ten eerste is het natuurlijk mogelijk dat als je genetisch onderzoek doet, bijvoorbeeld bij een kind met autisme, dat je een genetische variant vindt waarvan je weet dat die een oorzakelijk verband heeft met het autisme. Dus dan zou je kunnen zeggen dat het een verklaring biedt voor het autisme. En dat in zichzelf is al een heel belangrijke factor. Je ziet toch heel vaak dat ouders, families op zoek zijn naar waar komt het toch vandaan, het autisme bij mijn kind? Wat is de reden? Heb ik misschien iets gedaan? En dan is het belangrijk in zichzelf al om een verklaring te hebben. En als genetica die kan bieden in zekere mate, dan is dat fijn. Mm-hmm. Dus dat is één ding. Een tweede aspect wat genetisch onderzoek kan opleveren is dat van veel genetische varianten die gepaard gaan, die geassocieerd zijn met autisme, weten we dat ze ook geassocieerd zijn met een verhoogd risico op andere problemen. En dat kunnen lichamelijke problemen zijn, hartproblemen, immunologische problemen of epilepsie, of psychiatrische beelden, misschien wel schizofrenie of leerproblemen. En als je die variant nou kunt identificeren door op zoek te gaan naar de autismegenen, dan kun je daar misschien ook tijdig naar gaan handelen. Bijvoorbeeld als uit zo'n genetisch onderzoek komt dat je een genetische variant hebt die het risico op hartproblemen verhoogt, is het misschien aangewezen om tijdig naar de cardioloog te gaan. En extra belangrijk om niet te roken, bijvoorbeeld. Mm-hmm.
dat is ook een belangrijk aspect wat het kan opleveren. En een derde punt, maar daar komen we geloof ik in het laatste deel van het programma dan komt toch, ja, maar dan kom ik toch nog even terug op een wat meer algemenere vraag. Want dat vind ik een wat meer algemenere vraag. Zou dan niet iedereen zijn DNA moeten laten screenen, omdat hij dan inzicht krijgt in mogelijke problemen die eraan liggen te komen? Ja. Weet je, dat vind ik niet heel specifiek horen bij de vraag of je dat ook voor autisme zou willen laten screenen. Nou ja, het is een heel goede vraag. Het is wel zo dat het antwoord dat ik net gaf, de genetische varianten die geassocieerd zijn met autisme, dat is wel autisme specifiek, daarvan weten we dat ze vaker dan andere varianten gepaard gaan met een verhoogd risico op andere problemen. Dus dat is een stukje misschien van het antwoord. Maar een ander, ik denk dat het een heel goede vraag is. Want inderdaad, moeten we wel willen dat we ons hele DNA maar in kaart gaan brengen? Want er bestaat geen gezond of perfect DNA-profiel. Ik bedoel, als je alles in kaart gaat brengen en alles gaat associëren met alle mogelijke problemen die we maar kunnen bedenken, dan hebben we allemaal wel een verhoogd risico op het een of ander. Ja. De vraag is natuurlijk, in welke mate is dat risico dan verhoogd? Dat is ook belangrijk. Dat is ook waarom het belangrijk is om dit wetenschappelijk onderzoek verder te ontwikkelen. Ja. Nee, ik zie de waarde van wetenschappelijk onderzoek zie ik wel. Ja. In de dagelijkse praktijk van iemand die autisme heeft of kinderen die autisme hebben, is er nog niet zoveel winst te halen, zou ik maar zeggen. Los van de mogelijke verklaring die het oplevert. Zijn er al interventies die je eraan kunt koppelen dan? Interventies, zover zijn we denk ik nog niet. Maar ik denk wel dat wat ik net noemde, het opsporen van varianten van een verhoogd risico op andere bijkomende problemen, is wel degelijk klinisch relevant. En dat gebeurt ook regelmatig? Dat gebeurt, dat komt echt voor. Okay. En een ander aspect wat het kan opleveren, genetisch onderzoek, is ook dat het je informatie kan geven die misschien relevant is in het kader van familieplanning. Dus als je nadenkt over een eventuele volgende kinderwens. Ik parkeer hem nog even, vraag, want daar gaan we het in deel 3 over hebben. Wij hebben ook professor Steyer de vraag voorgelegd. Ja, wat kun je nou precies met dat DNA-onderzoek? Wat levert dat dan op? Er zijn dus vele factoren die bij kunnen dragen aan autisme. En hoe al die factoren op elkaar inwerken is voorlopig nog een groot raadsel. Hoe ongerust moet je je nu maken als je zwanger bent en er zit autisme in de familie? Kun je via genetisch onderzoek daar tijdens de zwangerschap inzicht in krijgen? Als je zelf een kind hebt met een autisme spectrumstoornis, een autisme spectrumstoornis, dan is er toch redenen om in die mate ongerust te zijn dat een genetisch onderzoek verheldering kan brengen eigenlijk. Het is namelijk zo dat bij eerste graads bloedverwanten is het herhalingsrisico rond de 18%. Dat is best veel. Dus dat betekent dat van ouder naar kind, of als er al een kind is, de kans dat het tweede kind autisme krijgt, ligt rond de 18%. Je kan beslissen van ik laat dat aan het lot over, wat prima beslissing is. Maar je kan ook zeggen van eigenlijk wil ik daar toch wat meer zicht op. Misschien niet meer controle, maar ik wil er wel meer zicht op. En dan kan je bij het kind dat al autisme heeft, kan je een genetisch onderzoek laten doen. En de kans dat men iets vindt, ligt op dit moment tussen de 15-20%. De kans dat men niks vindt, ligt dus nog altijd vrij hoog, want dat is 80-85%. Maar bij die kleine groep waar je wel iets vindt, zie je dat je genetische counseling kan doen, dus dat je eigenlijk het herhalingsrisico kan verfijnen. En in een aantal families betekent dat je kan zeggen, kijk, het herhalingsrisico is nul, want de reden van autisme bij deze persoon is wel genetisch, maar het is geen overerfbare reden. Dat treft alleen dit individu, dus de bloedverwanten zijn drager van niets waarschijnlijk. En in een aantal andere families ga je zeggen, kijk, gezien wat we hier gevonden hebben, ligt het genetische risico misschien rond 30-40%. Ja, er liggen nog heel wat uitdagingen op het bordje van de wetenschap. Er is nog heel veel te onderzoeken. Absoluut. Professor Steyaert zei ook na afloop van het interview, hij zegt van hoe meer we weten, hoe meer vragen het oproept. Ja, dus dat is absoluut waar. En dat is in de wetenschap algemeen, denk ik. We gaan het hebben over familieplanning, deel 3 van dit programma. Want zo snel gaat het. Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld met familieplanning? Met familieplanning wordt bedoeld het nadenken over het wel of niet proberen zwanger te worden en een kind te krijgen. En de overwegingen die je daarbij meeneemt. En dat kunnen bijvoorbeeld genetische factoren zijn die daarbij een rol spelen. En dat vraagt dus van je dat je meer inzicht wil in de genetische kant van jezelf. Van jezelf en van je familie, ja. Dingen als herhalingsrisico. En tot hoever gaat dat dan? Tot,
ook je broers, neven, nichten? Ja, nou dat is een hele goede vraag. En dat, dat kan inderdaad zo ver gaan als derde graads familieleden, vierde graads familieleden. Maar dat ligt maar net uiteindelijk aan over wat voor soort genetische variant je het dan hebt. Sommige genetische varianten zijn overdraagbaar. Dus die zijn overerfbaar. Die krijg je van je vader of moeder. En die kans is dan ook groot dat die vaker voorkomen in de rest van je familie. Mm-hmm. Maar andere varianten, die zijn de novo, zoals we dat dan noemen. Dus die zijn, die ontstaan spontaan in het kind bijvoorbeeld. En als je, een soort mutatie. Ja, dat is inderdaad een mutatie. En die ontstaat dan voor het eerst bij, bij een kind bijvoorbeeld wat autisme ontwikkelt. Hoeft helemaal niet te betekenen dat een van de ouders die genen ook heeft. Sterker nog, als het een de novo variant is, is dat niet het geval. Nee, dus dan heb je hem niet eerder gezien. Nee, heb je hem niet eerder gezien. En dan betekent het ook dat het herhalingsrisico, als dit ouderpaar nog een kind zou krijgen, dat dat kind ook autisme zou hebben, helemaal niet zo vergroot is ten opzichte van het populatierisico van 1%. Ja, ik hou van casussen, dus ik kom er even weer met een voorbeeld van. Ja? Stel, je overweegt dus om eventueel zwanger te willen worden. Ja. Je overweegt kinderen. Je gaat naar de psychiater of je gaat een gesprek aan met een huisarts en je wil het daarover hebben. Hoe hoort zo'n gesprek te verlopen, denk ik dan? Wat zo'n arts zal je wijzen op de voordelen en de nadelen? Ja. Welke aspecten zijn dat dan? Okay. Wat zijn dan bijvoorbeeld de nadelen van zo'n onder? Nou precies, de voordelen of wat het kan opleveren hebben we eigenlijk net al een beetje besproken. Hè? Ja. Nadelen, ik weet niet zo goed of nadeel het juiste woord is. Het zijn denk ik meer overwegingen waar je rekening mee moet houden. Waarbij het met name belangrijk is dat de verwachtingen die je hebt als zowel patiënt als professional op elkaar zijn afgestemd en reëel zijn. Het is vaak zo dat patiënten heel optimistische, hoge verwachtingen hebben van DNA-onderzoek. Verwachten echt concrete antwoorden te krijgen van nou, dit is de oorzaak van het autisme. Wat vaak echt geen reële verwachting is. Maar oké, dus het is belangrijk om die verwachtingen op elkaar af te stemmen en om mogelijke uitkomsten te bespreken. Bijvoorbeeld is het denk ik belangrijk om te bespreken dat de kans aanzienlijk is, als je genetisch onderzoek doet, dat daar misschien wel niks uitkomt. Of dat je iets vindt wat eigenlijk helemaal geen klinische relevantie heeft, dus waar je in de praktijk nog helemaal niks mee kan. Een ander aspect is dat een mogelijke uitkomst is dat je een zogenaamde toevalsbevinding doet. Dus dat je informatie krijgt waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Je doet onderzoek naar de autismegenen, maar je vindt een gen wat gerelateerd is aan een hartafwijking bijvoorbeeld. Uiteindelijk zullen de meeste mensen denk ik wel blij zijn om die informatie te hebben, want dan kunnen ze namelijk naar de dokter. Maar alleen, je moet vooraf wel afvragen of je dat wil. Precies, je kunt je voorstellen als je het daar niet over hebt gehad, dan schrik je wel even. Ja. Zo is het ook dat je moet realiseren. Is een arts verplicht om die toevalsbevindingen te melden? Nee, dat is in Nederland is daar nog heel veel discussie over. Over hoe we daar nou beleid op moeten maken. Het is ook een heel ingewikkeld thema. Mm. Over het algemeen is de tendens in Nederland nu dat mensen zoveel mogelijk zelf mogen aangeven van tevoren wat ze wel en niet willen weten. Maar goed, dan moet je dat wel bespreken en die mogelijkheid voorleggen. Er zit veel aan vast, hè? Er zit heel veel aan vast. Ja. En wat er ook nog aan vast zit, als je het hebt over mogelijke nadelen of consequenties, is dat het belangrijk is om je te realiseren dat de kans bestaat dat je een genetische variant vindt die wel overerfbaar is. Die misschien niet alleen gevolgen heeft voor jouw eigen gezin, maar wel voor de familie in bredere zin. Ja. En had je dat dan met die familie moeten bespreken? Nou ja, dat is denk ik een persoonlijke vraag die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden. Wat prima is, alleen je moet Maar je moet wel de consequenties wel overdenken eigenlijk. De consequenties overdenken, ja. Ja. Ik kom nog even terug op jouw eerste uitgangspunt. Hè. Okay. Je doet onderzoek naar genetica in de spreekkamer. Ja. En je wil graag dat die kennisoverdracht dat die beter wordt. Hè. Ja. Dat er een beter gesprek ontstaat. Je hebt er een hoop over verteld. Maar hoe ga je dat nou in de praktijk realiseren? Ja, goede vraag. Ik denk dat we er helemaal niet naar hoeven te streven met z'n allen dat alle huisartsen, psychologen, psychiaters een soort experts worden op het gebied van genetica. En dat hoeft ook helemaal niet om dit probleem aan te pakken. Maar we moeten er denk ik wel naar streven dat deze hulpverleners in staat zijn om mee te denken over erfelijkheidsvraagstukken. Dus de meest basale informatie hebben. En vooral dat ze zich bewust zijn van al deze overwegingen die relevant zijn en die spelen bij mensen met autisme die nadenken over genetisch onderzoek. Tuurlijk.
En nou ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te proberen te bereiken, om dat doel te bereiken. Een manier waar wij voor gekozen hebben op dit moment is met een e-learning module voor professionals. Ik noemde al even, genetica is een klein deel van onze opleiding. Dus dit is een middel om dat bij te scholen, inderdaad. En die module is ook eigenlijk best wel praktisch en echt gebaseerd op casuïstiek. Dus we leggen voorbeelden voor. En heeft echt tot doel om iemand dus te voorzien van de meest basale kennis. Ja. Maar vooral om na te denken over wat moet je nou allemaal bespreken met die mensen die tegenover je zitten. Wat zijn de basisvragen eigenlijk die je moet beantwoorden? Ja. Precies. Ja, ik kijk ondertussen naar de klok. We zijn al een half uur onderweg, dus het gaat hard. En ik wil eigenlijk ook nog één keer vermelden, heb ik hier opgeschreven, dat er ook op internet goede bronnen te vinden zijn. We hebben het al een keer gezegd in dit programma, maar ik wil hem toch nog een keertje aanhalen. Want heeft u vragen en wilt u informatie over dit onderwerp, dan kunnen we naar een website. Ik ben alleen de naam even kwijt. Erfelijkheid.nl. Erfelijkheid.nl. Website dat was van het ERVO-centrum. Ja. Ik wil eigenlijk ook ruimte geven aan de opmerkingen en de vragen die via de chat zijn binnengekomen. Ja, ik ben benieuwd. En ik heb al een aantal vragen inmiddels op mijn bureau gekeken. Ik kijk even naar de redactie. En er is één vraag waar ik eigenlijk mee wil beginnen. Als je een volgend kindje wil, is opgeschreven in de chat. Mm-hmm. Waarom zou je dan laten tegenhouden door autisme? Dat is een hele goede vraag. En ik denk ook niet, ik zou absoluut niet degene zijn die zegt, je moet je laten tegenhouden door autisme. Ja. Ik denk ook dat eigenlijk is dat de vraag, wat is er mis met autisme? Helemaal niet zouden moeten zeggen. Nee, autisme wordt vaak toch wel gezien als iets van, nou, dat heb je wel of dat heb je niet, heel zwart-wit. Ja. Maar eigenlijk zou het heel veel meer dichter bij de werkelijkheid liggen als we erover zouden nadenken als in de kenmerken die passen bij autisme of bij datgene wat we autisme noemen. Die hebben we eigenlijk allemaal wel in meerdere of mindere mate. Het is alleen dat sommige mensen daar hinder van ondervinden. Mensen die het moeilijk vinden om vriendschappen te sluiten, nou ja, dat soort zaken. Wat helemaal niet wegneemt dat het hebben van autisme betekent helemaal niet dat je geen succesvol of gelukkig leven kunt hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te onthouden. Ja, en ook mee te wegen het, in dit soort betekent vraagstukken. Betekent het geen zin. Dus ik denk ook dat in vele gevallen genetisch onderzoek niet per se je beslissing om wel of niet een kind te willen nemen zal beïnvloeden. Ik denk wel dat het je belangrijke informatie kan geven waarmee je zeg maar beter beslagen ten ijs komt of gaat. Als je hierover nadenkt. Dus je weet misschien, als je nou ja, nog ongeboren kindje autisme zal hebben, dan kun je in ieder geval er vroeg bij zijn, omdat je al daar meer informatie over hebt. Vroeger interveneren. Dat zijn maar we willen toch absoluut niet toe naar die ideale wereld waarin we op basis van genetische patronen ons nageslacht bepalen. Hè? Ik denk dat dat absoluut geen ideale wereld zou zijn. Nee. Ik denk dat het heel belangrijk is om te onthouden dat juist die genetische variatie die we weerspiegeld zien in mensen met autisme, zonder autisme, met andere dingen die we als probleem bestempelen, dat dat juist het mooie is ook van de genetische diversiteit die we ook terugzien in de diversiteit in de maatschappij. Het zou zeker geen ideale wereld zijn. Nee. Nog even wat meer praktische vragen. Kun je ook autisme hebben zonder de autismegenen? Goede vraag. De autismegenen is sowieso een lastig begrip. Want wat we nu onder de autismegenen verstaan is natuurlijk wat we tot nu toe hebben ontdekt. Degene waarvan we nu weten dat ze geassocieerd zijn met autisme. En ja, het is prima mogelijk dat je autisme hebt zonder dat je één van die 100 genetische varianten hebt. Er zijn misschien nog wel veel meer. Precies. Ik denk wel dat het heel waarschijnlijk is dat we dan over 20 jaar, nou waarschijnlijk over 5 jaar al wel, weer een nieuwe genetische variant ontdekken. Waarvan we denken, hé, dat heeft waarschijnlijk toch wel bijgedragen aan het autisme wat we zien. Ja, ik denk dat ik ga afronden. Oké. Ik heb nog wel een aantal vragen liggen en ik zie dat er ook nog heel veel gereageerd wordt in de chat. Bedankt voor je aanwezigheid en al je informatie. En succes met je promotie en met je onderzoek. Dank je wel. Bedankt voor het kijken, voor het reageren. Er is volop gereageerd. Dat vinden we leuk. Wij zien u graag terug bij een volgende uitzending van Autisme TV.